Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag in deze video gaan we al mijn games die ik nu heb is een ranking geven en we starten met de Crew 2. De Crew 2, die game heb ik al een paar jaar. Dat is een van mijn eerste zelfgekochte games voor de PS4 bedoel ik. Maar voor de PS4, toen had ik nog een PS4, nu heb ik een PS5. Dus de Crew 2 is een van mijn games dat ik als eerste gekocht heb voor de PS4. En ja, ik vind het wel een topspel. Oké, het is een topspel. Ik heb er wel niet heel veel mee gedaan. Er zit wel potentieel in. En dat kan ik zelf ook. Ik moet daar nog meer gaan spelen, dit spel. Maar er zit potentieel in. Dan heb ik Destiny. Destiny heb ik ooit onlangs. Vorig jaar dacht ik ergens. Heb ik dat in de Game Mania als used gekocht. Dus Destiny. Dat is Destiny 1 natuurlijk. Daar zit potentieel in die game. Ik heb hem nog niet gespeeld. Omdat ik heb er nog niet de tijd voor gemaakt heb, omdat ik veel met FIFA bezig ben en veel met GTA en andere shit. Dus ja, ik geef die een 4. Nee, een 4 uit de 5. Een 4, 4 onder 5 en die een 4 onder 5. WRC7, dat is een spel dat ik in het begin bij de PlayStation heb gekregen. Dus we dat zien, ja. Ik heb dat bij de PlayStation dus bijgekregen, WRC7. En ik heb het eigenlijk nog niet aangeraakt sinds dat ik het gekregen heb, omdat ik toen al helemaal FIFA bezig was en andere spelletjes dus. Maar ik geef deze wel ook een 3,5. Waarom? Omdat ik zelf zeg van, er zit potentieel in. In een rally spel zit altijd potentieel in. Ik ben een rally fanaat dus. Ik kan altijd potentieel in. Dan heb ik Farming Simulator 22 voor de PlayStation 5. Die geef ik toch wel een 4,5. Dat is ook wel een 4,5 van de 5 dus. En daar zit heel veel potentieel in de game. En je moet daar een boer in zijn en heb ik toch al een paar keer al gespeeld en het is echt een leuke game. Ik heb die als voorlaatste, een paar games, ik heb die een paar maanden geleden gekocht. En er zit potentieel in die game, dus ja, let's go. Dan heb ik Assassin's Creed Valhalla. Ook nog maar één keer gespeeld, omdat ik toen ook nog veel meer met GTA bezig was. Dus Assassin's Creed Valhalla, daar zit potentieel in. Het is ook used bij de Game Mania gekocht. Maar er zit potentieel in. Ik heb er al heel veel over gehoord, ik zou maar moeten beginnen aan die game. Dan hebben we Gran Turismo 7. Echt een topspel. Dat heb ik ook bij de PlayStation 5 bijgekregen. Is echt een topspel. Zeker aan te raden. Als je van race-spellen houdt, zeker aan te raden. Dan heb ik Watch Dogs Legion. Dat heb ik ook onlangs gekocht. Ik heb daar een hele video over gemaakt. Dat heb ik dus ook gekocht in de Game Mania, ook used. En het is ook echt een goed spel. Een 4,5, echt een topspel. PS5 upgrade misschien bij de Charlotte Go. Dan heb ik Horizon Forbidden West. Dat heb ik ook bijgekregen bij de PlayStation 5 toen ik die aankocht heb in maart. Dat is echt een top game. Ik heb al veel over gevallen. Maar ik heb het nog niet geïnstalleerd. Omdat ik puur eerst mijn andere spelletje wil uitspelen en dan kan deze game beginnen. Omdat het toch wel een redelijk lang spel is en ik wil dat graag in zoveel mogelijk, in zo min mogelijk tijd kunnen spenderen. Dan heb ik Gran Turismo Sport PlayStation Hits van de PS4. Het is echt een goed spel, echt een topspel. Ik heb in een tijd kapot gespeeld en het is echt een topspel. Een 4,5 uit 5. Dan Grand Theft Auto 5 Premium Edition voor de PS4. Daar heb ik ook inderdaad heel kapot gespeeld. Speel ik nu nog af en toe als ik de PlayStation 4 meeneem, want ik heb de PlayStation 5 versie van de GTA 5. Ik heb de Expanded Enhanced. Dus maar deze game is toch wel. Deze game, het is de eerste 5 van deze video, dus let's go. Dan heb ik SingStar Ultimate Party. Dat is een mindere game, ik heb die nog niet zo heel veel gespeeld. Puur omdat, dat zingen. Het is echt wel. Er zit potentieel in. Als je van zo'n spelletje houdt, er zit potentieel in. Ik heb hem gewoon als verzamelcollectie. Dus. Dan heb ik Red Dead Redemption 2. Echt, als je van de Westen houdt,
Zeker een kopen, zeker als je hem nog hebt. Zeker kopen, het is echt er zit heel veel potentieel in, een 4,5. Dan heb ik Marvel's Spider-Man. Dat is echt een topspel. Echt ook weer al een 5 bij mij. Er zit zoveel verhaallijn in. Er zit heel veel goede verhaallijn in. Zeker een 5. Zeker kopen als je hem nog niet hebt. Zeker kopen. Ik zou wel dat voor de PlayStation niet zo gaan. Of op de deze. Ik heb die. Dat is geen PlayStation niet. En ja, echt een topspel. Ik ga hem zeker halen als je hem nog niet hebt. Dan heb ik komende eerste FIFA. FIFA 20 heb ik ook bij de PlayStation 4 bijgekregen toen ik die gekocht had. Ik had de PlayStation 4 ook tweedehands gekocht, dus heb ik dat ook bijgekregen. En ja, wat moet ik dan zeggen? Het is een FIFA. FIFA's zijn altijd zo'n beetje op het einde. Ik had die op het einde van de FIFA eigenlijk bij. Dus kon ik ook niet echt zeggen van dat een goed spel is, geen goed spel. Had ik er niet van begin kon spelen, dus. Ik heb het van het begin gespeeld op de Xbox One. Maar dan toch Xbox gestolen, dus ja. FIFA 20 was erbij, weet je, dus. Ik kan niet echt een cijfer geven, maar voor de build quality en gewoon de game zelf, de cover star, een 4. Dan FIFA 21, de eerste FIFA die dat ik voor de PlayStation 4 met de PlayStation 5 upgrade heb gepreorderd, zelf met mijn eigen centen. FIFA 21 was echt een top game. Ik heb er op het laatste heel veel goede shit in Ultimate Team gepakt. Dus dat is standaard een 4,5 voor mij. Oké, de gameplay sukte wel. Maar op de gameplay op het einde sukte wel. Het was niet goed in Division Rivals, maar dan toch. Het was een top game. De eerste keer dat ook Kylian Mbappé coverster was, dus. Ja, zeker een top game. Zeker halen. Nee, niet halen, maar zeker. Als je dat ooit gespeeld hebt, you're an OG. FIFA 22, we zijn bijna FIFA 23 nu, dus ja. En deze waren dus mijn fysieke games. En dan heb ik nog, ja, mijn niet-fysieke games. Maar daar gaan we niet op ingaan. Want dat zijn geen fysieke games die je ooit kunt doorverkopen. En ja. Dus dit was eigenlijk zo'n beetje de video. Ik weet dat de video heeft heel lang geduurd. Met het feit dat ik verschillende games had. Ik heb 15 games. Gewoon met de PlayStations. En dat zijn eigenlijk games dat ik ooit zelf heb aangekocht of zo ooit heb gekregen bij iets. Dus ja, het zijn echt wel. Dat moet je al dingen van. Die heeft veel geld. Nee, ik spaarde daarvoor om die games te kopen. Dan had ik het geld had, kocht ik ze. Dus ja, niet heel veel geld gemaakt toen. Het was ook in een tijd dat ik. Ik had heel veel tweedehands gehaald. Dus ja. Het was ook een tijdje dat ik al mijn spelletjes tweedehands kocht. Dus ja. Dat was echt een tijd. En dan had ik online een TikTok geplaatst. Allee. Voor mij was dat dus donderdag de 4e augustus. Maar. En toen heb ik een TikTok geplaatst van PlayStation 3 en die is echt letterlijk viral gegaan. En ja. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Ja, het was eigenlijk zo'n beetje mijn games raten in het algemeen. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam, deze Nalte Dylan, zal altijd zo blijven. Ik ga mijn kanaalnaam nooit meer veranderen. Dus ik ben Nalte Dylan. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. En ik zie jullie guys in de volgende video maar weer terug. En dan zeg ik zoals altijd. Bye bye. Bye bye boys and girls. En prettig weekend verder. En ik zie jullie guys dinsdag bij een nieuwe video. Wat voor video ik weet niet. Maar ik zie jullie dinsdag. Let's go. Bye bye.